Jij zegt dat je een grote buik hebt? Ja. Nou, een wedstrijdje. Er zijn vreemde dingen aan de hand. Hallo, goedemorgen. Happy Friday. Echt, het is al wat later vandaag, maar oh mijn god, wat ben ik toch wit. Het begin ik echt heel erg te missen hoor, in deze zwangerschap. Een beetje zon, waardoor ik wat meer kleur in mijn gezicht heb. Het wordt nu wel heel erg zo. Maar het komt ook door mijn instellingen van mijn camera, want daar ben ik echt mega slecht in. Hij staat altijd op automatisch. Ja, echt shame on me. Ik heb deze camera al heel lang. Zelfs mijn andere camera, mijn spiegelreflex, staat altijd op automatisch. Maar toen werd ik uitgenodigd voor een soort cursusje, workshopje-achtig iets van Canon. Dus daar ga ik vanmiddag heen. En dat is dus heel erg handig voor mij. Misschien dat ik eindelijk een keer leer hoe ik deze camera kan instellen. Dat ik wat minder wit of ziek eruit zie. Hé, Jut en Jul. Zo, ik ben mezelf even aan het inpakken. Want het sneeuwt weer eens. Niet dat het heel vaak sneeuwt, maar het is wel weer koud. En ik ga nu even lopen naar social influencers. Die zijn dommen. Ik ben opgegillen. Wat ik ga doen is mijn lampje naar het plaatje laten schijnen. Dit ga doen. Dan kan ik nu al blijven kijken. Dan zie je dat hij al een heel stuk zachter is. Oké, ik ben even lekker aan het haasten. Zoals je ziet in de light van de auto voor mij. Ik sta voor een rood licht. Ik wil naar zwangerschap zwemmen. Dus ik hoop dat het snel rustiger wordt hier op de weg. Het wordt groen. Ciao! Woehoe, I made it. Ik ben bij het zwembad, net op tijd. Ik heb nog heel even snel een kaasvleetje gegeten met Bart en Jol. En een paar patatjes, want zij waren lekker patat aan het eten. Dus nu door. Ik heb een nieuwe bikini van Lopies. Esprit, sorry, Esprit. We zijn er weer. Jij zegt dat je een grote buik hebt? Ja. Nou, een wedstrijdje. Echt gelijk. Ja. Jezus, wat ben ik wit. En de ISO is helemaal naar beneden. En ik blijf maar wit. Het ligt niet meer aan de instellingen, jongens. Zien mensen niet dat wij zwanger zijn? Hallo. Hallo. Trek je speciaal een hele roze jas aan. Knap maar uit. Het zwangerschapszwemmen was wel weer heerlijk. Kijk ons lekker blosje hebben, die we altijd hebben de laatste tijd. Rode pietenkop. Ook zo lekker rond. Hallo, goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. We zijn even wat spullen aan het opruimen. Bart wil dit houden. Tuurlijk. Je weet nooit wanneer het van pas komt. Hallo, goedemorgen. Of nee, middag eigenlijk. Alweer inmiddels, sorry. We gaan iets heel erg leuks doen. Namelijk... het badje kopen. Allerlaatste spullen kopen. Yes! En de allerlaatste laatste van de checklist. Het badje, allerlaatste dingen van de baby uitzet checklist gaan we vandaag dan echt. Finally. Kopen. Ben je eindelijk weer helemaal chill. Nee, rest. Dat niet. We zijn onderweg. We gaan eerst even naar Babyland in Zandam. En daarna naar de prenatal. En dan gaan we alle dingetjes verzamelen. Superleuk. Yay! Laatste loodjes. Laatste shoploodjes. Yep. Hele brede. Dat is veel te groot. Ja. Babymatras. En badje. En nu door naar de prenatal. Oh, dan kan Bart hem straks wel eronder leggen. Goed gedaan, schat. Yay! Heerlijk hier. Ja, heel goed Bart. Heel goed opgelet wat ik heb gezegd. Ik leg het even uit. Ja, heel goed. Laat ik zien dat ik het nog weet.
Ja, we hebben hem gevonden. Dit is hem. Eindelijk, deze wilden we. Nou, het is het reisvariantje. Het eerste nijntje lampje. En hij is dimbaar. En anders is het ook niet fijn voor de baby dat hij zo. Nee, maar dat is ook te groot voor je in onze slaapkamer. Leuk, hè? Ja, kijk dan. Het zijn magneetjes. Oh, wat handig. Bart is helemaal gek ervan. Van dit. Ik vind het wel leuk, merk. Ik vind het leuk. Ik wist niet dat ze allemaal van dit soort... We staan nu al een kwartier bij één rekje met spullen. Kijk, dit is dus zo'n lijntje die je in kan zetten. Ja, maar schat, we hebben nu echt nog geen labeltjes nodig. We gaan alles langs. Ja. We kunnen beter even bij die nuttige dingen daar gaan kijken voor tepeldingen en zo. Oh nee. Oh, die ruikt lekker. Oh. Dit heel zwanger als vrouw. Gewoon de hele dag door zo onder de neus krijgen en houden. Ah, die is echt zo leuk, Dikkie Dik. Dikkie Dik, Dikkie Dik. Geert. Oh. Boer Geert, lekkere broodje! Eet smakelijk, schatje. Is dat blauwe ei? Nee, gekookt. We hebben het nog nooit gedaan. Maar we gaan in de Vevo Drive. Je reed gewoon voorbij dat bord. Oh, nee, meen je niet. Omdat je zo bezig bent met je velgen. Ja, de. Ik moet even wennen hier. Wat willen we? Een vitaaltje. Dan mag ik 3 vitaaltjes. Ja. En een, even kijken hoor, een aardbeienmilkshake. Ah! Vallei. Ah, vallei. En we gaan even naar. Ah! Hallo, nieuw buren van me. Ah, vallei. De groet. Zullen we voortaan Amsterdam zo noemen? Elke Amsterdam, goed idee. Elke keer als we het over Amsterdam hebben. Dan noemen we het Amsterdam. Vevo is top. Ja, vanaf nu is Vevo top. Nee, was het al bij mij. Want ik ben in de Vevo-fabriek geweest. Ik heb het al 1000 keer gezegd in mijn vlogs. Ja. Zo trots ben ik erop. Nee, maar ik heb echt meer respect gekregen voor het bedrijf sinds ik daar ben geweest. Ik vind het gewoon heel netjes. En het is niet gesponsord. Goed bedrijf. Nee, niet gesponsord. Ook niet gekregen. Oké, we gaan meteen eventjes het boxmatrasje in de box leggen. Om te kijken of die past. Ja, toch? Ja hoor, Bart. Fijn dat je hem ook kunt wassen. Oh, ik doe hem. Oké, dan mag jij het nieuwe boxkleed uitpakken. Uitpakken? Dat eerst, ja, deze hebben we van Ukje gekregen. Oh, Ukje. 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 Schattige naam. Ah. Het is zo lekker liggen. Ik ga zo met die dingetjes spelen. Oh yeah. Mooi hoor. Koffeltje, nagelschaartje. Nou, de rest wat wij hebben gekocht en hoe we het allemaal gaan indelen, dat gaan jullie allemaal zien volgende week in de Baby Room Tour. Ik ga nog even een toetje maken met een fruitje. En dan moet ik ook nog een kleintje. Toetje! Hallo, goedemorgen, middag, morgen, morgen. Het is, oh kijk. Precies 12 uur. We zijn aan het laden en dan gaan we zo eventjes lekker brunchen bij de IKEA. Romantisch, hè? Ja. Ja. Ik had voorgesteld om ergens te zondagmiddag brunchen.
Maar dat ging niet door. Dat gaan we volgende week doen. Nee, want misschien hij was met een overnachtingje erbij. Te reserveren. Nee, ik dacht dat hoeft helemaal niet daar. Zo. Nee, ik heb echt balletjes. Ik heb groenteballetjes. We zitten een beetje erg vol. We hebben veel te veel besteld. Handtanden. Ja, gadver. Er zijn vreemde dingen aan de hand. Hoezo? Nou, wat is er nou? Wat zie je nou zijn kind doen? Nou, die is nu mee al zwanger. Ja, zie je het? Nee hoor. Nu is die jas een beetje naar achter. Ik heb het eruit gekregen hoor. Nou, ik heb het er niet echt uit gekregen, want ik weet niet wat de bedoeling is of wat dan ook. Het kwam niet door mij. Maar ik kreeg twee meldingen op. Het kwam wel door jou, want jij gaat ineens het huis opruimen in de ochtend. Terwijl je dat normaal nooit doet. Nee, voordat we naar de IKEA gingen, ging Bart ineens kleedjes opvouwen op de bank. En een kast naar boven tillen, die al 3 weken beneden staat. Ja, dus ik had al zoiets van wat raar. Wat raar. En toen ging de deurbel en dan krijg ik een melding op mijn telefoon. Met een foto. Zie ik een foto. Dus ik weet nu al van twee mensen die in mijn huis zijn. Aafke en Annemarie. Yep. Nee, zijn die in jouw huis gegaan? Denk het wel, hè? En Bart had ook opeens geen sleutel. Nee. Nee, ik heb niks gedaan. Bart! Alcoholvrij. Ja. Mogen wij? Wij zitten vol, dus wij eten brood. Nou, eet smakelijk, mannen en kind. Mooie zin. Jazeker. Proost! Proost! Wat zeg je? Oké. Zo, dat was me het vlogje wel weer, denk ik, van dit weekend. Super veel gedaan en onverwachts verrast. Er waren gewoon in totaal 5 zwangeren. Ja. Dus ja, dat schept een band. Dus dat is heel erg gezellig. Hartstikke leuk en lief. En ondanks dat ik niet heel erg van de baby showers en enzovoorts feestjes ben, was het toch wel heel erg gezellig en vooral lief dat ze eraan gedacht hadden. En wel leuk om iedereen even zo bij elkaar te zien. Hè? Ja. Maar nu ben ik wel heel erg moe. Echt heel erg moe. Dus wel trusten. Dank jullie wel voor het kijken naar deze vlog. Ik zie jullie maandag weer met een nieuwe zwangerschapsupdate. En niet vergeten te abonneren. Zoals altijd. Het is nog steeds gratis. En dan blijf je op de hoogte van de extra video's. Want er komt binnenkort ook een, zeer binnenkort, een babyroom tour aan. Yay! Doei! Rock that joint.